Hele goede middag. Welkom. Deze mensen hebben twee dingen met elkaar gemeen. Ze zijn dol op hun camper. Mooi hoor, wat een mooie wagens. En ze zijn alleen. Maar dat is geen fijne combinatie. In je eentje op vakantie gaan, dat is ook leuk, omdat je dan met niemand rekening hoeft te houden. Maar dan kunnen de dagen ook lang duren. Op een camping zitten dan allemaal gezellige kindjes, gezinnetjes met kindjes. En ze gaan samen eten. En als het koud is, gaan ze samen naar binnen en ze gaan samen televisie kijken. En als je solo bent, is dat niet leuk. Daarom organiseert de Nederlandse Kampeerautoclub speciaal voor hen solo-vakanties. Lekker, dankjewel. Voor veel mensen die alleen komen te staan, is het een heel grote drempel om weer alleen met de camper op pad te gaan. En wij proberen deze mensen er weer bij te betrekken, zodat ze weer plezier krijgen in het camperen en hopelijk reisgenoten vinden om weer mee op pad te gaan. De Club van Singles is de afgelopen jaren flink gegroeid. Inmiddels telt hij zo'n 500 leden. Het kampeerweekend is bedoeld om gezellig bij te praten met lotgenoten en nieuwe contacten te leggen. Ik heb vorig jaar overwogen om de camper weg te doen. Omdat ik alleen met die camper op stap zou moeten gaan, dat mij niet aantrekkelijk leek. Maar door deze manier van camperen is het geweldig. Ik heb echt enorm naar mijn zin. Misschien kom je mensen tegen die doen fietsroutes in Duitsland. Leuk. Er zijn mensen die zeggen, oh, maar wij gaan naar Frankrijk. Ook leuk. En sommigen zijn niet alleen op zoek naar een reisgenoot. De meeste mannen hebben één stoel bij voor hun tent staan, voor hun camper staan. En de meeste vrouwen hebben twee stoelen voor hun camper staan. Want die willen wel dat daar een leuke man aanschuift? Misschien, of een leuke vrouw, dat kan ook natuurlijk. Maar het mag ook weer niet te gezellig worden, want de Club van Alleenstaanden moet zijn naam wel eer aan doen. Relaties binnen de club zijn verboden. Als het gebeurt, gun ik het de mensen van harte, maar dat betekent wel dat je niet meer bij de Alleenstaande Camperclub kunt blijven. Maar echte liefde laat zich natuurlijk niet stoppen. We zoeken er niet om. Het is geen datingbureau, maar het ontstaat. Ja. En ach, dan zoeken ze samen wel een andere camping.